Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Afgelopen maandag werd het stadsein gegeven voor de zogenaamde haakdagen. 10 dagen lang zijn er diverse evenementen op en rond de nieuwe weg om Leeuwarden. Dinsdag mochten de omliggende bedrijven komen kijken en woensdag was het splinternieuwe asfalt omgetoverd tot speelplaats. Kinderen van diverse basisscholen konden basketballen, voetballen en een survivalbaan bestormen, zonder gehinderd te worden door langsrazend verkeer. In samenwerking met BV Sport waren er diverse opblaasbare speeltoestellen neergezet waarop de kinderen naar hartelust konden ravotten. Uitstekend! Heel goed! Hey, jullie hebben net gespeeld op de snelweg. Hebben jullie dat vaker gedaan? Nee. Wat vond je daarvan? Heel erg leuk. Ja? Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Wij hebben 2 verschillende groepen gemaakt bij onze school OBS de Wester. We hebben groep 1 gemaakt en groep 2, want wij hebben in onze klas nog getallen en zo. En we hebben als eerst, wij tenminste, hebben we gebasketbald. Vervolgens hebben wij gememoried in het soort van café daar. En we hebben nog... voetballen? Ja, we hebben gevoetbald. En we hebben nog op het survival parcours gespeeld. Rennen! Lekker warm worden! Wethouder van verkeer Thea Koster kwam ook nog even een kijkje nemen en ging samen met de mascotte van Leeuwarden Vrijbaan en de kinderen op de foto. Denk je dat je dit nog vaker gaat doen? Ja, zeker. Ja? Want volgende week gaat die open, dat kan het niet meer, hè? Nee. Maar het was een hartstikke leuke dag. Ja. Hey, heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. Doei.